brand ontstaan in de camper. Die vervolgens weer overgeslagen is twee richtingen op naar blendende schuurtjes. Gezien de binnenstedelijke situatie die we hier hebben, ja, is het risico dat die onbeheersbaar wordt is heel groot. Dus daar willen we graag vooruit blijven lopen. Er is een camper in de brand gevlogen. En we werden gealarmeerd door de hond die begon te blaffen vannacht. En uiteindelijk ik naar buiten met mijn telefoon 112 bellen. En gelijk de buurman kwam aanlopen voor wie de camper is. En die meldde wel tegen mij dat er geen mensen meer in de camper waren. Want zijn zoon die woont een beetje in die camper. En vervolgens 112 aan de telefoon en die stuurde gelijk de brandweer. De vraag aan Nick is, moet de brandweer, de politie of de ziekenwagen? Nee, ik zei, de brandweer moet komen. Dus, Ik zie ook een ambulance staan. Is er iemand gewond? Ja, er is in ieder geval één persoon even nagekeken. Die heeft wat lichte brandwonden. Die is even nagezien en die wordt op dit moment vervoerd naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Maar de schade is wel heftig. Ja, je ziet in een paar seconden zie je de brand behoorlijk in één keer aanwakkeren. Als je één keer door het dak heen slaat, dan is het het hek van de dam, hè, zeggen ze dan in West-Friesland.